Gewoon even uitleggen. Even kijken hoe de lag eruit ziet. Frank, ik laat je zo wel netjes erbij. Weet je, Nick Pech, als zo meteen staat? Dat iedereen de sessie liefde en dat ik hier op tijd kan joinen en mijn computer een tijd zet. Oh. Weet je, ja, dan ben ik naar van de video. Ah. Ik ook. Okay. Net zoals Matthias. Iedereen. Ik heb er geen last van. Ik bedoel, daarom moet je ook helemaal op het laatste. Ah, kut! Nee, Daniel. Wat zit jij, E7? Ja, de laatste bocht op het rechte stuk. Het is wat hij zegt, het is glad. Mijn auto gleed in kan werken op dat snelle volgasbocht. Shit, Daniel. Ja. Lekker spinnen. Met die links-rechts kun je hem al vol gas nemen. Nou, verloor ik hem gewoon compleet. Nee. 1.38 even, joh. Ja, Meeuw is retired. Ik vraag even wat er gebeurd was. Ja, kan gebeuren, madness. Nou, ik heb nu mijn headset microfoon en dat ding is tyfe zacht. Want mijn microfoon die ik anders gebruik, die komt hier niet. Hop, daar ging er nog in de muren. Nu was dat. Spinnen, man. Dus ik ben nu heel erg zacht. Maar dat wordt morgen gefixt, waarschijnlijk. Ja, dat gaat volgens mij nog wel interessant worden zo meteen die race, als iedereen de muur parkeert. Puntjes pakken. Nee, man, dus ik zit in een cockpit momenteel met een stuurtje, de T300. Ik denk dat ik toch een beetje kan rijden. Kijk wat, het is een autostoel. Dan komt de Force India aan. Nou, dan zag je wat spannend is. Ventilator rijdt rustig. Oh, er komt nu een hele reeks met mensen aan. Die laat ik wel voorbij op het volgende rustig. En nou, dat ben ik ook aan het doen. Ach ja, ik hoop dat ik zo meteen die softs kan pakken. En ik zal wel ergens achteraan staan nou. Ja. Ja, zei dat tegen mij. Het kan beter nu gebeuren als dadelijk in de race, want dan is het snel afgelopen. Everyone ready? Okay, let's go. Wie, Bradley? Ja, Meeuw ook. We hebben pas 6 man in tijd gezet momenteel.
op, kijken of we tijd kunnen krijgen. Kijk, ik kom nu bijna erop rijden. Niet zo snel als jou, maar 1.40. 1.40 meter. Evers Vincent heeft een 1.39.4. Bonifair die zit maar 2/10 van jou af. Ik heb nu de vijfde tijd. Dus ik hoop dat Sven ons Je rijdt met controller. Ja, dat is echt niet zin. Deze baan en Monaco Madness zijn van rotbanen. Ja, ik haat stratencircuits, die muren die zijn zo dichtbij. Wow! Martijn die spinde hem ook achterwaarts de muren. Wat zijn mijn banden? 1.37.8, ja, netjes. 1.37, op welke banden? Frank? Kan ik zien, hè? Maar ik zeg wel even tegen jou op welke banden steek je net in. Ben jij in de vis gaan? En je zei dat het een slechte grond was. Ventilator even op de ultrasofts gereden. En jij, Frank? Frank ook. Ik heb nu het scheef maar voor met mijn spectator, dus ik zie precies elke band jullie eronder. Ja, beste Formule 1 spel is de 2018 dan, op dit moment. Sint Boniface heeft de allersnelste eerste sector. En zo die irritant is, is Frank derde sector. Die Halo. Dus Sint Boniface heeft de eerste sector en de snelste. Die, zo, Frank, je hebt... Frank, jij bent 4/10, je hebt 3/10 verloren in de eerste sector op Sint Boniface. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. 6,5 minuut. Ga je naar binnen gaan? Frank, als je wil kan ik je zo meteen een slipstream geven als je langere stukken gaat. Frank, slipstream? Oh, nu al, je gaat een slipstream maken. Ik heb een quali-band. Oh. Jullie zitten wel. Ventilator 1.37.8 en Frank 1.37.9. Ik rijd nog even één rondje. That's you into P2. You're currently on the front row of the grid. Thijs. Die crash volgens mij, die heeft er geen punt gehaald, hè? Maar vrij groot, toen kwam ik hem voorbij. Nou, die stond alweer in de zijkant. Eerste bocht of zo. Mag je naar? There's only one lap of fuel remaining. Eén of die kijk uit, dan komt die naar. Ja, ik... Martijn gaat het op de supersofts proberen. Mag ik langzaam hè? Oh ja, sorry. Sint Bonifair ook de supersoft nog. Trouwens, Rick, als je wil kan ik zo meteen een langere stuk van ik de vissen in. Moet je even een slip daardoor geven? Ja, zoiets. Oké, laat me dat even voor dan. Nee, dat mag niet denk ik. Nee, daar krijg ik geen collieband voor, dus gewoon elkaar helpen. En ik mag je ook wel, dus. Snel erbij, hoor. En
We gaan een beetje slingeren. Komen de mannen aan? Even kijken, waar zijn wij? We rijden daar, nee, er komt niemand aan. Wat ga jij nou wel doen? Doek. Ik wist hier zo'n tijd rijden. Oké, Rick. Ik ga een beetje heel wijd schieten. De laatste bocht ga ik heel wijd schieten, expres. Zodat je daar geen dirty hebt. Oh, Martijn zet hem bij het kasteel in de muur. Oké. Even afremmen hier. Bij gas. Ja. Een beetje remmen nog, een beetje lucht. Ja, nice. Pakken, ik ga hier aan de kant. No problem. All complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Ik heb nou St. Boniface met de super slot. Eens kijken wat die zo gaat doen. Geel in sector 2 en 3. Dus wel, op het eind van de quali is de baan wel het snelste. Ja, er ligt geen rubber op de baan, hè? Ja, ik rij me net Ben jij een seconde sneller? Bij bochten wat eerder insturen en zo min mogelijk proberen te sturen. Zo min mogelijk. Ja, het is niet heel veel rennen hoor. Ik rijd nog maar een paar races zonder assist. Ja, maar je doet het heel goed. Oh, is helemaal legaal. En dat is een V8 netjes. Ja, die zie ik zeker trots. Ja, zeker een beetje. Gewoon sprinten. 34,5 rijdt in de eerste sector. Rick, je kan ook gewoon via je options gewoon de retail klikken. Dat denk ik dat drink. Ja, dat wordt drink. Zwennels. Oh, hij rijdt de pits uit en hij retailt hem verzetten. Hele mooie lijn daar. Lekker. Niet altijd als je enthousiast bent, ja, natuurlijk. Maar het is ook bijvoorbeeld 3 minuten, want dan zit je altijd nog even te rijden. Ja, lekker. Dat is een mooie zicht. Zijn Boniface zit nou in de laatste sector, dus kijk of hij sneller rijdt. Niet enthousiast. Net de bocht, heel netjes. Hier vooral goede exit van spelen. 1.38.6 rijdt hij, 1/3 langzamer is op de ultra's. Ja. Ja, is ook leuk om te zien. Ja, ik ook. Lekker, Frank! Lekker pik.
lekker pik. Lekker. Mio, die zie je niet meer terug. En mij zie je waarschijnlijk ook niet rijden. Lekker, Frank. 3 seconds later. Puntje, puntje, puntje. Hit de fast lap.